was een mooi moment. Winst op de wereldbeker vorig jaar in september. En om daar te winnen, dat was, ja, dat was echt een mooi moment eigenlijk. Op een WK mag er één boot meedoen per land. En in dat format zijn we bij de wereldtop. Dus als je dan over de meet komt, is dan van kop tot teen verzuring. Volledig kapot. Kajak is meer dan bovenlichaam alleen. Wij moeten ook heel hard onze core trainen en zelfs ook onze benen. Dus eigenlijk is het wel een vrij complete sport. Dus het is niet dat wij alleen maar onze armen trainen, dat is helemaal niet zo. We maken elkaar regelmatig helemaal dood op training en dat is wel leuk eigenlijk. Wij zijn geen vijanden in de K1, maar we zijn wel heel competitief natuurlijk. Hermine is jammer genoeg meestal een beetje sneller, maar we zijn wel elkaar gewaagd en dat maakt het wel tof. Hermine en ik zijn goede vriendinnen en dat is ook wel, ik vind dat wel fijn dat dat ook zo is. Dat we op elkaar kunnen steunen en op elkaar kunnen vertrouwen. Ik denk ook dat dat onze K2 heel sterk maakt, dat we goed overeenkomen. Internationaal is dat niet altijd het geval, maar ik denk dat ik het daar persoonlijk moeilijk mee zou hebben. Wij zijn Lisa en Hermine. En wij gaan varen met onze kajak in Tokio op de Olympische Spelen.